Binden, binden, binden. Mijn jongens kunnen gaan en staan waar en wanneer ze maar willen. Men kan het natuurlijk ook zo zien dat moeder bij mij inwoont en ik de rest van de familie op de loop toeneem. Ik wil niks zeggen. Dat lijkt me een uitstekend idee, Govert. Ik heb het niet tegen jou, Simon. Oh, nee? Hey. Wat wil jij niet zeggen, lieverd? Dat ik nu echt nodig weg moet. Doe maar even of ik dat niet heb gehoord. Maar... Zonder fatsoenlijk ontbijt gaat hier niemand de deur uit. Dan ga je toch door het raam. Moeder, ik moet naar een heel belangrijke bespreking. Ik ben toch al te laat. Reden des te meer om... Thijsje een beetje minder kan ook wel. Oh, Karel. Je bent al vandaag wel al 8 geworden. Je kan je oude vader toch nog niet missen. Dat die laatstgenote echtgenoot van de goed Karel, laatstelijk woonachtig, enzovoort, enzovoort. Godverdrie, dat is geen kathedrijk. Zo'n slordige 4 miljoen nalaat. Zijn testament nu bepaalt dat een kwart, dat is dus 1 miljoen, vol eigendom wordt van de weduwe. Dat bent u dus? Ja. Dan gaat er een kwart vol eigendom naar zijn uit de echtverbintenis met uw geboren enige zoon Thijs. Blijft over 2 miljoen bestemd voor 2 zonen van u ontsproten aan 2 eerdere verbintenissen. Waarom laat uw man 2 miljoen aan 2 rotjongens waar hij niks mee van doen heeft? Ik ben bang dat ik ze nooit om me heen zou kunnen missen. Ik ben bang dat ze iedere miljoen te verteren zo vertrokken zijn. Du moment, een van mijn jongens, zonder mijn uitdrukkelijke toestemming het ouderlijk huis verlaat, verspeelt hij daarmee het hem toegedachte deel van een onder mijn bewindvoering vallende legaat. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Het is weer zo laat. We zijn weer thuis, vast als een huis staat waar het op staat. We zijn weer thuis om ons naar buiten te gaan. En het past in elke straat geen steen te laten staan. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. En waar het op slaat, we weten wel weer welke kant het op gaat. We zijn weer thuis, het is weer raak, het is weer feest. Of we nooit zijn weg geweest. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Goedemorgen allemaal. Waar is moeder? Boven op haar kamer. En ik denk, leuk als ik keurig op tijd zijn. Nou, keurig. Hou je boeltje onder controle, zeg ik ze te eten. En ze komt ook niet naar beneden. Wat is er aan de hand? Nou. Zal ik je mijn krant soms ook nog vertalen en voorlezen? Jouw krant? Overgenomen van Rupert Murdoch? De Herald Trip, Simon, is voor de helft eigendom van de redactie van de New York Times. En de andere helft is in handen van mij. Van Catherine Graham, ik weet het, Govert. Die de Washington Post helemaal in bezit heeft. Hm? Washington Post. Watergate-affaire. Woodard en Bernstein, weet je wel. Maar laat me even lezen. Je kan toch niet alles tegelijk lezen? Ik zal hem heus niet stuk lezen. Zijn jullie toch een stelletje droplullen? Er is hier in huis maar één droplul. Oh, nou moet je luisteren. En die luistert alleen maar naar zijn baas. Mijn ondergeschikte luistert liever naar zijn blaas. In zijn hoedanigheid van slappe waterleidingbedrijfsleider. Nou, de mijne wil ook nog wel eens iets anders doen, Simon. Maar ook dan ben ik het die de scepter zwaait. In zijn functie van chef van de reproductieafdeling hoefde ik je van mij echt geen handje te helpen. Ik bedoel, ik maak uit in welke nesten ik hem... Steek? Mijn enige vaste personeelslid lijkt zich steeds weer opjutten door dit bijhangende klootrommels van de ondernemingsraad. Opstandig is hij dan en een keiharde opstelling. Om zich vervolgens vol overgave te laten inpalmen en uitbuiten... door overal op de loer liggende, lippendiensten verrichtende slavinnen van Venus. Uitslover. Dat zeg ik nu ook zo vaak tegen hem. Als hij stijfkop ergens een zin op heeft gezet, waarin hij mij al heeft meegesleept. Toch kan ik niet over mijn hart verkrijgen om te ontslaan. En ik heb er ook wel plezier in dat hij zomaar overal weet binnen te dringen. Maar toch ook wel weer opgelucht als hij zich met gebogen hoofd bij zijn baas komt melden. Baas? Als je zelf niks in te brengen,
Ik bedoel... We zijn helemaal blij met die makke Byzantijnse droplul. Altijd nog liever een Byzantijnse droplul. Wat even dat nou weer bier dan. Dat is al een eigen gerijde stijgerpijp. Nou, als jullie zijn uitgeluld over die fantastische piemels waar jullie het zo mee getroffen hebben... Ach god, Thijsje voelt zich tekort gedaan met zijn ondermaatse soepstengel. Waarmee toch menige troosteloze minestrone valt op te fleuren tot een vorstelijke julienne. En het record verplassen staat ook nog steeds op jouw naam. 12 meter naar beneden vanuit het bovenste bakkie in het vastgelopen reuzenrad op de Brusselse kermis, weet je nog wel? Omdat ik zo nodig moest. En omdat jij zei dat het mocht. Bovendien, voor 12 jaar geleden. Moet je het nou nog eens proberen, maar dan vanaf het top van de domtoren. Kijk hoe ver je dan komt. Geef ik jou bij de tros voor de eerste de beste. Wat is er met moeder? Griepje. Ik ga dood, Thijsje. Niet doen, man. Niet doen! Nee, niet nu, gekkie. Ik bedoel, het zal er toch een keer van komen. We gaan allemaal op zijn tijd. Ik ook natuurlijk. Nooit zo van nagedacht. Nou, doe dat dan voorlopig ook nog maar niet, malle jongen. Ik heb dat maar vast gedaan. Hoe gaat het nou met je? Ik lag te filosoferen hoe het hier verder gaan zal als ik er niet meer ben. Schop ik Govert en Simon er meteen uit. Die zullen trouwens zelf dan wel meteen vertrekken. Zit hier alleen maar op papa's centen te wachten. Zeg niet zulke gekke dingen. Dat zou dan toch ook voor jou kunnen gelden. Hoe dan ook, zolang ik leefde, heb ik jullie op die manier af kunnen houden van catastrofale bevliegingen. Jammer dat ik niet in een hiernamaals geloof. Want dan zou ik... Wat is er? Als papa en jij elkaar daar gingen weer vinden, laat mij dat dan op een of andere manier weten. Dan kom ik ook. Voorlopig denk ik gewoon maar van dood is dood. Bespaart je de teleurstelling als er uiteindelijk toch niks blijkt te zijn. Ik haal even een nieuw ontbijtje voor je. Thijsje, ga je vandaag weer werken bij oom Gerard en tante Tineke? We zijn bezig met een schoorsteenfiltersysteem voor de allesbrander. Maar als jij nu ineens ziek bent, dan blijf ik hier. Gisteravond laat zit ik nog heerlijk te schrijven aan mijn roman. Wordt er gebeld? Er wordt gebeld! Ja, ja, en toen? Nu! Er wordt nu gebeld. Gisteravond laat werd ik opgebeld. En nu? En nu ook. Oh, sorry. Hallo? Nu wordt er beneden gebeld. Stil nou even. Aan de deur. Aan de deur ook? Dan kan Govert toch wel even open doen? Maar... En als Jan naar zijn werk is, dan doet Simon het wel, want die stond er niet aangekleed. Hallo? Ja, moet u zo opgehangen. Kan toch niet alles tegelijk? Van wie is dat? Van Bloemenhuis Bloemenwilde. Ja, maar wie laat het hier bezorgen? Bloemenhuis Bloemenwilde. Ja, maar door wie? Door mij. Oh ja. En voor wie? Dat weet ik niet en dat interesseert me ook niet, meneer. Van wie is dat? Van Bloemenhuis Bloemenwilde. Ja, maar wie laat het hier bezorgen? Bloemenhuis Bloemenwilde. Oh, en van wie is het dan wel bestemd? Wat kan mij dat godverdomme nou schelen? Voor wie is dat? Voor de buren, nou goed! Ja, dat is niet goed van de buren, die wonen niet hier, maar hiernaast. Kan ik even van uw toilet gebruik maken? Ik weet niet dat u precies van plan bent, maar misschien kunt u toch klaarspelen met een wc? Valt niet altijd mee, maar wel beschouwd is het toch een reuzenbaan jullie hier allemaal te dulden. Ik wil weg. Ik ga trouwen. Wie is er gelukkig? Ik heb niet speciaal iemand op het oog. Het enige wat ik van de verlang is dat ze mams goedkeuring kan wegdragen. Kan ik over mijn erfenis beschikken. Ha! Nou heeft die sukkel hier de bloemen voor de buren laten liggen. Maar mij lukt dat niet, dat moet je dadelijk zelf maar even proberen. Is dat nou niet typisch iets wat een ieder slechts zelf kan doen? Ja, ik heb gedaan wat ik moest doen. En meer dan dat. De bloemen! Er is geen beweging in te krijgen. Dus jij wil je uit pure geldzucht voortaan laten bemoederen door zo'n gepatenteerde trut? Wat? En je gaat haar met geveinsde gevoelens je echtelijke verplichtingen opdringen? Arme schaap. Arm schaap? Als ik van tevoren met haar afspreek dat we meteen weer gaan scheiden en dat ze een deel van de poen opstrijkt. Kijk eens! Thijsje! Ja, nee, die zijn hier eigenlijk verkeerd bezorgd. Die zijn hier helemaal niet verkeerd bezorgd. Het is hem ernst. Wie is wat ernst? Thijsje, vanmorgen ben ik gevlucht in de ziekte omdat ik jou vandaag thuis wil houden, zodat jij hem kunt afpoeieren. Oh? En wie moet er dan wel worden afgepoederd? En ben je nou ziek of niet? Nou, ik voel me nu echt wel een beetje beroerd. Komt natuurlijk omdat ik niet tegen jou kan liegen. Komt er iemand voor je bezoek? Een man. Kom eens even bij me. Gelukkig worden, dat staat ons te doen, Govert. Dan het volle pond krijgen. Zo staat het in moeders draaiboek. De ontsnappingsroute voor jou is heus geblokkeerd. Als jij zoiets zo kan bedenken.
En ook wel zonde om met zo'n schijnhuwelijk de helft van mijn erfenis te verspelen. Eerlijk gezegd heb ik het hier zo prima naar mijn zin. En nog eerlijker gezegd, ook zonder prijs in het vooruitzicht zou ik hier voorlopig willen blijven. Als de echte grote liefde zich aandient, zie je wel weer. Tot dusver heeft moeder ons maar mooi van misstappen behoed. Tot nog toe heb ik het ook nooit als onoverkomelijk bezwaar gevoeld dat jullie hier bij mij inwonen. Wij wonen maar hier bij jou in. Het staat aan ieder van ons vrij de huiselijke situatie naar eigen goeddunken te ervaren, Govert. Zo heb ik er bijvoorbeeld ineens schoon genoeg van. Waar wil je eigenlijk naartoe? Naar de badkamer. Douchen. Doe ik wel vaker. Elke dag wel een keer, eerlijk gezegd. Dag Thijsje, hoe is mijn moeder? Mag ik een serieus antwoord? Sorry. Ja. Waar ik naartoe wil? Ik weet dat het moeders diepste wens is om dit jaar weer een keer met z'n allen 14 dagen naar Zuid-Tirol te gaan. Zullen we het nu even niet over vakantieplannen hebben? Inderdaad, we hebben nog alle tijd. Ik wil alleen maar zeggen dat moeder het eerder opnieuw met een man probeert dan dat jij een meid opduikelt waar zij mee wegloopt en waaraan voor jou ook nog wat valt te beleven. Na Thijsjes vader kan zij geen man meer zien. Zou weer eens goed verliefd moeten worden. Dan kunnen wij onze eisen stellen. Al krijgt ze het nog zo te pakken, om Thijsje laat ze dat wel uit haar hoofd. Heeft zij zich in de tijd iets van ons aangetrokken? En toch was mijn vader haar grote liefde. Jouw vader was een valse start en die bracht er alleen maar ongeluk. En die van Thijsje ving erop na mijn vaders dood. Toen zij het raam sprong, toen hij toevallig langsliep. Toevallig was dat niet zo toevallig dat hij langsliep. En zij toevallig ook, want ze waren allebei doodop van het spelletje Hol en Bol waar ze die nacht maar niet genoeg van kregen. Nadat hij haar smiddags buiten driehoog op de vensterbank had zien staan ramen lappen. En ze op elkaar waren gevallen. Hoe? Ik stond er bijna keken naar. Met al zijn geld kon Thijsjes vader niet in de schaduw van mijn vader staan. Onredelijke eis, want jouw vader was inmiddels al zo'n kwart eeuw geleden in de golven van de Caribische Zee verdwenen. Vind je het leuk om het te kwetsen? Ach wat, je hebt je vader nooit gekend. Om je te troosten, ik de mijne wel en dat was geen pretje. Thijsjes vader heeft moeder alleen maar uit de put gehaald en een nieuwe levensmoed gegeven. En toen hij dat klusje had geklaard, zoop hij zich dood. Resumerend, ik ben niks, jij bent de vrucht van haar liefde en Thijsje is het symbool van haar redding. Mama wil gewoon even niemand ontvangen. Ze is niet lekker. Ben jij wel lekker? Kan er ook iemand voor mij zijn? Hier is u. Doet er niet toe als u hier even uw krabbeltje zet. De greep, fantastisch! Van mijn fastback 3.0 kan ik eindelijk backups maken. Uw krabbeltje, graag. Ik heb per ongeluk getekend voor ontvangst in plaats van een krabbeltje gezet. U bent vast en zeker de leukste thuis. Maar nu ben ik de leukste thuis. Govert, je lunchpakket. Thijsje de leukste thuis. Ik was me eerst half doodgeschrokken. Ik dacht, dat kan gewoon niet. Maar die mooie rozen. Goed, goed. Vanavond. In de Bistole Castor Aliené. 8 uur. Is prima. Geweldig. Tot vanavond. Je ontbijt, mam. Waarom ben je aangekleed? Lieve schat, daar heb ik nu geen tijd meer voor. Waar ga je naartoe? Naar de kapper. En een nieuwe jurk kopen. Ik voel me echt weer fantastisch. En dan kan jij toch nog fijn gaan werken bij oom Gerard. Oh ja, en jullie moeten vanavond maar een keer diepvries eten, want ik ben er dus niet. Of ga jij anders eten bij oom Gerard en tante Tineke? Dat vragen ze toch altijd? Dag, schat.
Staat je leuk, zeg? Ja? Maar er moet natuurlijk nog wel een overhemd en zo bij. Je hebt een fantastische winkel, ik laat het helemaal aan jouw smaak over. Alleen ik heb dus geen geld bij me. Check is ook goed. Is heel gek, maar ik heb nooit seks in mijn pyjama. Maar misschien kan ik in natura betalen. Momentje. Dat is akkoord. Maar het is geen goed poppak. Dus ik zou me er maar niet te gemakkelijk van afmaken. Hmm. Of misschien is het juist wel stom. Wat? Om te proberen nu weer net zulk haar als toen te krijgen. Ik bedoel, dan valt misschien extra op dat de rest toch wel wat is veranderd. Ik zie dat niet zo. Maar hij wel. Iets langer lijkt me toch wel beter. Iets kortere. Dat staat juist wel pittig. Pittig, pittig, pittig. Oh, neem me niet kwalijk. Ik ben gewoon een beetje zenuwachtig. Ah, wat kan er toch een hoop veranderen in 30 jaar, hè? Ik zou het niet weten. Zo lang ga ik nog niet mee. Niet het al te vrolijk? Het was toch voor een feestelijke gelegenheid, zeg. Nou ja, hij moet me maar nemen zoals ik ben. Deed hij toen tenslotte ook. Deze maar doen dan? Ja. Het vallen en opstaan, hè? Daar ben je nu al dagenlang mee bezig. Ja, ik ben een echte doorzetter. Dat heb ik van mijn vader. Het is zo jammer dat die het niet heeft mogen meemaken. Maar wat zal ik de rest van de familie verbazen als ik op onze volgende wintersportvakantie volkomen onverwacht van de hoogste top kom razen. Misschien dan toch wel verstandig om je langzamerhand op een overeind blijven te stoppen. Heerlijk voor je dat je alles wat je wou ook hebt bereikt. Veel meer dan dat. Maar als ik daarover begin, ben ik minstens nog een uur aan één stuk door aan het woord. Bovendien blijft mijn hotelketen zich uitbreiden, dus... Dus zou je helemaal nooit meer op kunnen houden met praten. Maar ben je ook gelukkig? Huh? Heeft dit alles je ook werkelijk geluk gebracht? Nou en of. Ik kan mijn geluk niet op. Ik heb een fantastische vrouw. 4 schatten van kinderen. 5. Wat? Nee, 4. 2 jongens. 3. En 2 meisjes. Mijn oudste jongen is al... 30? Weer 29 is die. Pas geworden. Ach, maar vliegt de tijd even goed. Zit ook in de zaak. Leidt ons Sandy Beach op Aruba. We zijn echt een hechte familie. Wat heb ik het toch getroffen met mijn gezin. Met mijn hele leven. Oh, sorry. Maar je hebt beslist heel veel steun aan je 3 zoons. Edu? Oh jee. We praten zo heerlijk dat ik de tijd helemaal vergeet. Waiter. Waiter. Check, please. Sorry, I've got to catch a plane. Niet mijn gezellige toetje, mevrouw, meneer? Oh, nee. Nee? Vlak voordat ik met onbekende toekomst naar Aruba afreisde... Die ene nacht met jou, die zal ik mijn hele leven niet vergeten. Ik ook niet. Als ik weer eens even deze kant uit moet, dan... Mag je namens de zaak? Dicht aan, vriendin. Sir, meneer! Lexi!
Hij is de verdronken vader van Govert, hè? Ja. Mama. Dan is jouw geheim voortaan ons geheim. Ben jij nou helemaal persoonlijk? Weet ik wel jij worden met onze cliënten? Zo.